In een jaar tijd reis ik de hele wereld over. Oh, I want something just like this. Dat doe ik samen met Suus en inmiddels zijn we overgestoken naar Amerika. Zo doorkruisen we heel wat landen en komen we terecht in Panama. We zijn nog altijd in Panama en we bezoeken de komende 3 dagen een heel bijzonder gedeelte. Namelijk een lange strook jungle die ligt tussen Panama en Colombia. Een autochtone regio waar de indianen nog altijd leven zoals ze dat al honderden jaren doen. Vroeger stond het bekend als San Blas en tegenwoordig noemen we dit gebied Cunayala. Het meest bijzondere gedeelte van de regio is met recht een natuurwonder te noemen. In de Caribische Zee, voor de kust van Panama, liggen namelijk meer dan 300 kleine tropische bounty-eilanden waar de mensen leven zonder telefoon, internet, stromend water en zelfs elektriciteit. We gaan dus 3 dagen back to basic op bezoek bij de Kuna-indianen. Het avontuur begint. Midden in de nacht, we staan op straat in Panama City te wachten op onze 4-wheel drive die ons komt ophalen. Het is 5 uur en ik moet zeggen, het is even pittig. Want meestal als ik dit tijdstip meemaak, dan zit ik tot later in de kroeg of iets. Maar dit keer zijn we opgestaan, om 4:15. We stoppen onderweg nog even in de supermarkt, want in Cunayala is natuurlijk helemaal niets te krijgen. Behalve plaatselijke goederen. Dus als jij iets van snacks wil, of bijvoorbeeld een biertje en zelfs water, dan moet je dat meenemen vooraf. We hebben zo'n 4 uur gereden en we zijn onderweg door de paspoortcontrole heen gegaan, want ja, zo streng zijn ze hier. En we zijn inmiddels diep in het territorium van de Kuna-indianen aangekomen aan de kust, waar we over worden gezet op een bootje. Na een uurtje of 4 met de jeep varen we nog een klein uurtje door met de boot. We zijn op dat moment de enige westerlingen in een waterwereld waarvan we het bestaan niet kenden. 10% van de eilanden is tot een nok toe volgebouwd, terwijl de andere 90% onbewoond is en wordt gebruikt als palmolieplantages. We zijn aangekomen op ons eiland voor de komende 3 dagen. Het is een piepklein eilandje en het heet Senidub. Het ziet eruit zoals de meeste eilanden hier. Een prachtig bounty eiland met daarop een paar houten hutjes. Dus ik zal even laten zien waar wij vanavond slapen. Nou, ik zou jullie graag de lange versie van de rondleiding geven. Maar de langste versie die ik kan maken is... dit is het. Tijdens onze eerste dag hier in Cunayala doen we eigenlijk wat de Kuna-indianen het beste kunnen. En wat je het beste kunt doen als je hier bent op San Blas. Een traditie en iets wat je moet doen. Chillen. Echt waar. Hey, zie je mijn kaarten te kijken? Nou, zoals jullie weten hou ik het relaxen ongeveer net zo lang vol als een ijsbeer in de Sahara. Dus gaan we wat leuks doen.
We hebben een bootje geboekt voor de dag en we gaan een tripje maken langs wat mooie stranden en eilanden in de buurt. Go! We varen langs ontelbare eilandjes, de ene nog mooier dan de ander. Het lijkt bijna onwerkelijk, alsof we ergens in Polynesië beland zijn. Zo, we zijn aangekomen op de volgende bestemming en dat noemen ze een natuurlijk zwembad. We staan namelijk midden in de Caribische Zee en het water komt maar tot hier. Een zwembad. En als we terugkomen zien we hoeveel geluk we eigenlijk hadden met het weer. Want het blijven natuurlijk de tropen. Het weer is toch nog een klein beetje opgeklaard, dus ik zou zeggen, ik neem nog één frisse duik en dan is het tijd voor het volgende avontuur. En dat ligt er niet om, want dat is Colombia. Zie je dan. Oh, I want something just like...